Ja, dat is even langer, even jonger. Maar het gaat wel goed bij zitten. Zeg. Jan hebben we hier tegenover mij staan. En Jan is de bakker hier, klopt dat? Ik ben de bakker, de instructeur. En wat ga je nou doen zometeen al? Nou, we gaan brood bakken. Een deeg is gemaakt door een collega vrijwilliger. En dan gaan we rollen. En dat hij zo gelijkmatig wordt, lang en dun. En dan gaat hij boven de vuurkorf. En als het dan iets ingedeukt is en weer terugdeinst, dan is het klaar. Dan moet het goed zijn. Oké. Okay. En ik zie dat de kinderen er zin in hebben. Ja, dus, ze vinden het hartstikke leuk werk. Ja, ze vinden het leuk werk. Want zij kregen ook altijd de oude camera. Ik heb hier tegenover mij Lotte. Ja? Ja, Lotte. En was het moeilijk om zoiets te maken? Nee. Nee. En zit er ook nog iets speciaals in dat je ergens om moet denken als je dat op dat stokje moet doen? Ja, je moet het helemaal dun maken. Met je twee handen gewoon draaien. En dan moet je het eromheen draaien. Oké. Okay. En moet je zelfs... Zeg, ik zou zeggen succes en eet smakelijk. Ik heb hier tegenover mij staan Wim. En Wim is molenaar in de opleiding. Wat moet je eigenlijk allemaal kunnen als je een goede molenaar bent? Je moet de molen kunnen bedienen, zodat die draait zonder dat die maalt. Je moet, en dat wil zeggen dat je alles van de molen moet weten, elk stukje wat er aan zit. Als je op de molen komt, moet je weten wat er allemaal kapot kan zijn, wat er vervangen moet worden. Je moet kunnen horen, kunnen zien wat er aan de molen mankeert. En als je nou, moet je ook een klein beetje weer kunnen voorspellen? Ja, je moet het weer 2 uur van tevoren kunnen voorspellen. Zeg, ik wens je erg veel succes. En nou ja, wie weet, misschien zie ik je volgend jaar hier weer. Wie weet. Oké, succes. Aisjenie heb ik hier. En je hebt jezelf gemaakt of niet? Ja, die heb ik zelf gemaakt. Oké. Okay. En nu ga je natuurlijk zometeen even proberen of die smaakt. Ja. Probeer het dus. Heerlijk. Oké, okay, hartstikke goed. Zeg, en wat ga je nog meer doen vanmiddag? Ik heb koekjes gemaakt en vanmiddag had ik... Nou, ik weet niet wat ik ga doen eigenlijk. Oké. Okay. Zeg, ik zou zeggen, eet smakelijk en succes deze middag. Ja, bedankt. Oké. Okay. Zeg, hoe heet jij? Marion. Marion, en wat ga je even moois maken nu? Een bloemetje. Een? Bloemetje. Een bloemetje. En ga je hem straks ook bakken? Ja. Dan ga je hem bakken, hè? En daarna lekker opeten, hè? Ja. Ja, daarom. Mooi, hoor. En heb je... Hier Kees Vanger heb ik hier tegenover me staan. De molenaar van Molen De Weert. Eén van de molenaars. Eén van de molenaars, want hoeveel molenaars zijn er? We hebben er nu 1, 2, 3, 4 molenaars. Ja. Oké. Okay. En er is één molenaar in opleiding, die hebben we net gehad. Dat was Wim. Ja. Nou, deze dag, ja, ik moet zeggen, ik heb hier zo net even rondgelopen, maar het is wel, ze hebben erg veel belangstelling, moet ik zeggen. Ja, het is gigantisch. Maar zijn de activiteiten, zijn die ongeveer hetzelfde als vorig jaar? De activiteiten zijn precies hetzelfde, want het is gewoon hartstikke leuk voor de kinderen. Ze kunnen werken met ons meel en of dat nou stokbrood bakken is of koekjes bakken, dat, ze weten wat we hebben. En wij zijn door onze hele voorraad heen, dus we hopen dat we volgende week veel wind hebben en dat we weer een paar honderd kilo tarwe kunnen malen. Oké, okay, hartstikke goed. En als mensen nog informatie willen hebben, waar kunnen ze dan terecht? www.molendeweert.nl en daar staat van alles op. Oké. Okay. Zeg, ik wens je erg veel sterkte en veel plezier dit jaar. We gaan lekker door.
wou ik zeggen. Oké. Okay.